Sensation. Yo, what's up? Je kijkt naar Sensation video's. Holland in the Hood is net afgelopen en wij vroegen ons af hoe het tegenwoordig met de boys gaat. Dus wij van de Sensation crew zijn nu onderweg. Want we hebben afgesproken met MC Liga en Chilo in de gevaarlijkste buurt van Nederland, oftewel Heerlen. Dus ik heb één ding te zeggen nog. Heur het tikken van de bom. Watch out Heerlen. Here we come. Hij was goed. Nou, lach jij. Hij was goed. Met het tikken van de bom. Watch out LA. Here I come. Ik vind het lief van mijn fans dat ze mijn muziek mooi vinden. Maar ze moeten niet gaan van mij verwachten dat ik mijn stijl ga veranderen. Als iemand vraagt mij, ga je een love song maken? Ik zeg, ik wil het best proberen, maar ga niet verwachten dat het een smoochie wordt. Nee, dank je. Ik word al vergeleken met Jay-Z. Ik word al vergeleken met Styles P. Ik heb hier wel een reputatie opgebouwd. Dat ik in bepaalde omstreken op heb getreden. Rond de omstreken van Zetterd op de radio ben afgespeeld. Don't fuck with this boy. He's fresh, he's clean, he's chilling. That's what it is, LA. This boy's coming down. Don't you know I'm not going? We zijn aangekomen in Heerlen, in Café Hazes. En tegenover mij zitten The Boys, Lo en Jamal, a.k.a. MC Liga. Hoe moet ik jou nu eigenlijk noemen? Gila of Angelirical? Angelirical. Yes. Oké. Okay. Hoe gaat het met jullie? Ja, gaat lekker. Proud to be here. Druk. Ja? Druk, ja. Wat doe je zoal? Optreden, studio sessies, fotoshoots, interviews. Maar de rest van de boys, spreken jullie die nog wel eigenlijk? Ja, ik spreek ze nog wel af en toe. Hem spreek ik dan het meeste. Ik zag wel dat er spanningen waren van jullie. Dat klopt. Was inderdaad, was in LA, was een beetje spanning en een beetje beef en zo. Ja, dat is, als iemand je uitlacht, dan kan je niet snel accepteren of zo. Bigger nam het wel voor je op trouwens. Hij nam het voor mij op. En toen ik dat echt zag op tv, dacht ik, dikke teddybeer. Lange Frans, in één woord kut. Ik vind hem een slechte flow, hebben slechte vibe en ruims ook niet altijd lekker. Kijk, ik heb altijd zoiets gehad van, je kunt problemen kun je publiekelijk gaan doen, maar je kunt ze ook onderling gewoon uitpraten. Kijk, zoals met mijn uitspraak over Lange Frans. En ik heb zoiets van, mij mag je gerust pakken, daar heb ik absoluut geen probleem mee. Mij hoef je ook geen sorry tegen mij te zeggen, want ik weet, ik ben ook fout geweest. Maar ik vind niet dat je ons voor geestelijk gehandicapt moet uitschelden, want dat is gewoon niet, dat is iets, dan beledig je mij niet meer, maar dan beledig je die mensen ermee. En dat vind ik gewoon niet kunnen. Krijg je zulke reacties eigenlijk niet vaker sinds je meedoet aan het programma? Nee. Ja. Niet zoiets, niet eigenlijk. Maar wel bijvoorbeeld van, je bent slecht, geef het toch op, dit, dat. Ja. Maar ja, dat zijn haters, die blijven haters. Die maak je sterk, maar ten, voor hun zijn reden, die proberen je neer te halen, zeg maar. Precies. Om steeds te blijven reageren en steeds tijd blijven voldoen om te blijven typen en zeggen van, ja, je kan het niet, geef het toch gewoon op. Maar jullie gaan gewoon door? Ja, ik ga gewoon door. Ik heb toch gewoon scheid aan. Als je die programma's terug hebt gekeken, dan merk je af en toe dat bepaalde boys dan dingen over je hebben gezegd. Ja, dat is inderdaad. Dat had ik ook... Is dat niet spit achteraf? Dan? Ja, ik had dan ook achteraf had ik zoiets van, ja, wat is dit dan? Ik dacht van, ja, een beetje band en zo, vrienden en dit en dat. Ja, en dan hoor je gewoon dat ze je uit zijn het lachen achter je rug, omdat ze het dan niet in je gezicht durven te zeggen. Maar ook buiten het programma daarna, dat zijn gewoon echt van die gekste dingen wat je gewoon kan horen. Gewoon, roddeltjes wat rondgaan. Ja, van precies. Angelirical is in elkaar geslagen, dit, dat, weet ik veel wat dat allemaal. Dat ik bij de game in het voorprogramma zou staan, toen dat hoorde, ik was met kapot aan lachen. Ik zeg, ik zou het een hele eer vinden, maar dat doe ik niet. Maar je zou het wel kunnen. Ja, ik zou het wel kunnen, maar weet je wat het is? Ik ben niet... hoe zeg je dat? Waarom niet? Zo'n kans lijkt op niet. Ja, nee, ik zou het best wel doen, maar dat doen hoor. Dat geef jij naartoe. Ik zou het sowieso doen. Echt wel. Ja, ja. Ja, goed, dan moet ik ook vervoer hebben. Ja. En dan kijkt hij jou aan. Dan mag ik mee als back-up. Altijd de bom. Ja, jongen, moet ik vind het leuk om te zien, jongens, dat jullie matties zijn geworden. Ja, ik vind het ook leuk. Toen ik het programma keek, heb ik een nieuw woordje geleerd.
Paggerslaan. Oh, ja, ja, ja. Jullie wisten zelf ook niet wat dat betekent. Nee, we wisten niet wat dat betekent. Oké, maar nu wel. Ja. Nou wel. Voor de kijkers die het niet weten, kun je het... Paggerslaan is aftrekken. Mietsen. Masturberen. Wie van jullie twee doet het meest paggerslaan? Nee, jij doet het niet, je drinkt alleen. Dus ik ben er niet zo in bekend, ik gebruik niks, ik rook ook niks. Ik drink alleen. Dit is allen in de hoek. Ik krijg maar één kans en dat moet gewoon vermoorden, jammer genoeg. Bij Jim en mij is, wij hadden helemaal niks. We kwamen alweer handig binnen en bam, ja. Dan krijg je natuurlijk door, hou het maar als een hobby. Wij waren gewoon helemaal niet zakelijk voor. Ja, hoe was dat om te horen dat je het als hobby moest houden? Ik ben toch echt vet kut. Nee, absoluut niet. Nee. Ik had iets van, je kunt net je nek lullen wat je wilt, maar ik ga hem niks van jou aantrekken. Dat is wel een belangrijke man. Ja, voor wat? Hij heeft het echte talent van hiphop heeft hij niet eens ontdekt. Kom op, hey. Max Goose, het enige wat hij voor fatsoenlijk heeft binnengehaald, dat is Rick Ross. Maar van de rest homo. Oké, okay, dus jij gaat gewoon door? Ik ga sowieso door. Met wie zou jij jezelf vergelijken dan met al die grote mannen? Jay-Z. Nee, absoluut niet. Nee. Dat is wel wat je eerst zei. Ik was eigenlijk niet zozeer dat ik onder een... Moet pas, want was dus absoluut niet. Maar het was absoluut, als ik soms ging rappen, dan was het soms een woordkeuze even. Waar heel veel mensen zeiden van, dat pak je eruit op. Oké. Maar tegenwoordig, ik probeer toch niet zozeer de killer rapper te zijn. Maar dan meer de SP, de ghost, staat op de ghostse kant op te gaan. Dus gewoon, bijvoorbeeld harde tekst te maken, maar ook technologie met feiten erin. Proberen gewoon in de tekst gewoon een feit te drukken. En wat is jouw stilo? Mijn silo, ik heb altijd tegen M&M opgekeken. Altijd, maar ja. Omdat je blank bent. Als reden. Ik, naar mijn mening, ik vind hem toch de beste blanke rapper wat er ooit is bestaan. En wat er nou nog is. Willen ijs. Nee, echt niet. Ja, man. En wat is nou eigenlijk je droom? Waar zie je jezelf over 5, 10 jaar? Ik zou het niet weten. Ik heb altijd gezegd, time will tell, but you gotta make your own future. Ja, dat is heel makkelijk, maar waar zie je jezelf nog een 5 jaar? Dat weet ik niet. Zeg gewoon niet. Dat zij kan ik niet zeggen. Waar zie jij jezelf nog 5 jaar dan? Jij moet het eerst zeggen. Ik moet het eerst zeggen. Ja. Dat deed alles net. Sorry, maar ik weet het gewoon niet. Daarom, ik heb er geen nadenken over. Ik vind dat, ik heb wel zoiets van... Maar je bent toch zo ambitieus? Je zei, wat zei je nou? Ik wil niet alleen naar Amerika. Ik ga gewoon met de hele wereld, ja. Maar dan moet ik eerst zorgen dat er goede mensen achter me staan. Dan ben ik weer een stap dichterbij daarbij. Ik moet eerst zorgen dat goede mensen, dat ik uiteindelijk gewoon de rijmvorm heb gevonden die bij mij past en die waar ik ook heel makkelijk bij heb. Ik moet de juiste combinatie van dingen, van allemaal, gewoon alles bij elkaar moet gewoon kloppen om aan dat moment gewoon goed te zijn. Maar het antwoord op de vraag? Zou ik echt niet weten. Heel verhaal niet... en je weet het niet. Ja, ik kan er niks aan doen. Oké, waar is Angel Lyrical over 5 jaar? Over 5 jaar of 10 jaar, het liefste wat ik voor mij toekomst zie, is toch huisje, pomp, beestje hebben. Alles erop en eraan. Ik dacht, je hebt een hele rockstar. Ook, maar het belangrijkste is toch altijd een huisje, pomp, beestje te hebben. Vrouwtje, kindje. Oh. Nou, laat ik het zo zeggen, voor mij, ik sta op een website, namelijk. Waar normaal meestal alleen maar Amerikaanse rappers op staan. Wat voor website is dat? Worldstarhiphop.com. En sta je met je filmpje? Of? Ik sta met mijn eerste freestyle. Sta ik erop van gotta go, gotta go, gotta go. Mag ik daar trouwens nog wel over vragen? Ja. Waarom trok je je t-shirt uit? Laat ik het zo zeggen. Ik had de hele dag in het ding gezeten, ik in het vliegtuig, mijn rug was kapot aan het zweten. Ja. En ik had zoiets van, ik voel me er gewoon niet fijn in als ik met een t-shirt aan had wat helemaal onder mijn zweet zat. Dan had ik gewoon geen zin meer in. En er is ook wat heel vaak heb gezien bij Rick Ross. Hij trekt midden op het stage, trekt hij gewoon zijn t-shirt uit. En heel veel mensen zeggen ook, waarom doe je dat? Je bent echt niet een van de klas. Maar hij is gewoon zichzelf. En ik had het op mensen gezien, ik wil gewoon zelfs, ik durf mezelf te tonen. Dat was mij het belangrijkste. Het is toch juist rappen. MC Bigger! Yeah. Call me MC Bigger, a real thriller nigga. Compared to Jay-Z, that didn't even fade me. And lyrically, I'm one of the better. I want to be looked like Styles B. He's a nigger, he's the real MC. He's the artist out, that'll make me proud. Look at me, lyrically, this is me. This is how we're gonna do it. Now we gotta do it. Now we gotta do it faster. Now we gotta slow. Now we gotta know it, you gotta do it. And we gotta all gotta go, gotta go, gotta go, gotta know, you gotta know, you gotta go, you gotta know.
maar dat is geen doodgaan. Dit is Harlem in de hoek. Dat was die strippen. Anders vind ik wel een strippen. Ik durf mezelf te tonen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ik schaam me niet voor mezelf. Zoals ik ook heel veel Aziaten ook vaker zeg. Ja, dat moet ook niet. Je moet je ze niet voor jezelf schamen. Ja. En daarom, ik vind... Je moet gewoon schijt hebben. Precies. En dat heb ik ook gehad aan iedereen die mij was aan het beoordelen. Ja. Ik krijg heel vaak van die beoordelingen naar mijn hoofd gegooid. Van je bent niks, blablabla, ik schiet je neer, dit, dat. Ik heb steeds van, ja, hou maar op met die stud-off guy eigenlijk. Lach je kapot uit. Je moet ook niks aantrekken van kritiek. Precies. Want jullie hadden dansles gekregen van Vincent Viana. Ja. Hij had tegen jou gezegd dat je de Running Man nooit meer mocht doen. Toch doe ik hem. Daar krijg ik absoluut niks van aan. Wil je het nu even doen? Doen. Doe het nu dan even. Tada! Bam, 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 bam! Kijk, dit is zwijger, man! Ik vind dat jij echt zwijger bent. Deze. Ja, ik ben gewoon mezelf en dat is de meeste zwijger die ik ooit vond te hebben. En jij kan dansen, dat vind ik echt. Robot en Snake. Dus bij deze, ik vind ook dat Angelo heeft ook zwijger. Dankjewel. Nee. Wil jij dan de robot doen? Big I hate was a running. Ja, nou jij, hè? Doe jij ook even je moves. Ik doe ook even wat. Wow. Zonder muziek, hè? Ja, ja. Zo dit ook gewoon zonder muziek. Eet op laag. Ja, dankjewel. Like that. It's like that, y'all. And that's the way it is. Doen jullie die moves ook als jullie uitgaan? Nee, absoluut niet. Je had toch schijt, jongen? Nee, ik heb ook schijt, maar... Ik heb het wel vaker gedaan. Ik heb het vaker geprobeerd, maar ik merk dat dan glijden mijn voeten weg. En dan leg ik het weer op de grond. Zodra je ziet dat iemand dronken is, flink is veel erin is, gewoon doen. Zijn jullie wel eens op een Asian party geweest? Nee, ben ik wel eens ooit van plan. Ik, en jij? Ik ook niet, maar ik wil het sowieso. Toen ik ervan hoor, ik zei dat ik wil het gelijk doen. Maar je bent dan nog nooit geweest? Nee, want het is pas sinds je mij vertelde toen, had ik het voor het eerst. Ik had zoiets van, dan wil ik er voorbij zijn. Oké. Okay. Nou, bij deze zijn jullie uitgenodigd voor de eerstvolgende, of wanneer jullie ook willen. We Sensation regelt wel gastenlijst, alles, en dan kunnen we het alle gaan feesten. Doe maar. Hey. Neem ook gelijk de cameraman mee. Ja. Hey! En dan moet je je moves gaan doen. Oké! Okay. Running man, running man. Oké, okay, jongens, bedankt voor het interview. Ik vond het gezellig. Ik vond het ook leuk. En tot snel. We gaan feesten. Ja, ja. Ja, sowieso. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik wil een box. But let me be yours, but don't get me too wrong. I also have that spirit with an inner gong. Also, check it out, this is a new sensation. Feel the vibe of sensation. This is in a new location. So check it out, this is what we do, and we do it all for real. Keep going on till all the people will feel. And the events are so hot that you wanna take off your sweater. I'm gonna make it hot and I'm gonna make it all better. Join now, this is the new place. It's amazing, man. I'm proud to be Asian. You know one thing. Welcome to Sensation. It's a nation. You know one thing. It's a sensation. You know, like, you know, no. We got that spiritual flow, but we still, we're proud to be Asian. Blood's in our mind. We used to play with rice. Man, now roll the dice. I'm a sensation. I'm the real nation. But no one thing. It's sensation. You know, they're the best of the clutch. They're the wholest, biggest community of the Dutch. They're the biggest Asians of the Dutch. We know one thing. We play with their minds. Play with our toys. But no one thing. All the 8 of us are real big boys. Sensation. Asian.